In mijn praktijkruimte. Uiteraard heeft een dierenarts ook een kantoor nodig, dus hier zit ik mijn administratie te doen en andere dingen die met mijn werk te maken hebben. In mijn kantoor heb ik natuurlijk mijn boeken, allemaal boeken over dierziektes en welke medicijnen je moet geven. En vooral dus exotische dieren, bijzondere dieren. Achter mijn kantoor zit de sectieruimte, dat is de ruimte waar ik dode beesten onderzoek die doodgegaan zijn. Hè, want waar een heleboel dieren leven, gaan automatisch ook dieren dood. En dan willen we de doodsoorzaak weten. Die onderzoek ik hier. In deze ruimte zit een grote koelcel aan vast. Waar we overleden dieren kunnen koelen. En als we hier verder lopen, dan komen we in de operatiekamer. Dus de echte operatiekamer waar ik dieren opereer. Een hele steriele ruimte natuurlijk. Met een hele schone operatietafel met een grote lamp erboven, een warmtematje zodat ze tijdens de operatie lekker warm blijven. En dit is een anesthesieapparaat. Uit dit potje komt anesthetisch gas, het gas dat je inademt waardoor je dan in slaap valt. Er is een zuurstofgenerator, omdat je als je onder narcose bent extra zuurstof nodig hebt. Een anesthesiemonitor voor de hartslag en de zuurstofverzadiging van het bloed en zo. Waar word ik heel blij van in mijn dierenartsenpraktijk? Is dat antwoord A, de inloopmedicijnkast? Of antwoord B, het röntgenapparaat? Thank you.
Net. Ze zijn hier ook bezig met filmen, hè? Hey. Thank you.
Ik weet niet of dat is.